Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Vrijwel onbewolkt in Nederland. Tegen het noordwesten schampen wat sluierwolken. Maar dat mag eigenlijk nauwelijks naam hebben. En dat betekent dat het vandaag een prachtige dag wordt. Temperatuur loopt vanochtend al snel op tot ruim boven de 10 graden. En vanmiddag komt daar natuurlijk nog het een en ander bij. Vrijwel windstil in de ochtend. Vanmiddag een zwakke tot matige wind uit het oosten tot noordoosten. Volop zon. En temperaturen die uitkomen op 16 graden in Groningen en 19 in Limburg. Prima weer dus met heel veel zon. Ook vanavond blijft het lang helder met temperaturen van een graad of 15 in het binnenland. In de nacht daalt de temperatuur uiteindelijk naar een graad of 7. Dan morgen weer zo'n zonnige dag met een zwakke tot matige wind. Uit het oosten ditmaal wordt het 19 tot 22 graden. Prima weer. En dat blijft zo, want zondag komt er eigenlijk alleen nog maar wat bij. De zon blijft, de wind houdt het rustig. En het wordt dan 22 tot 25 graden. Die 25 graden zomerse grenzen halen we maandag en dinsdag nog wat makkelijker. En ook deze twee dagen doen we het met volop zon. En de meest matige wind uit het oosten. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.